Hoe is die cadeau gegaan? Ik zou het echt niet weten, van ik hoor de hele tijd dingen, wat ja. ziektes en zo. Ja, precies. Ik weet echt niet meer wat ik moet geloven. Ze is al 4 weken dood en niemand weet het gewoon. Dat is best wel erg. Ja, ik weet echt niet wat er is gewoon. Ze was nog zo jong. Zo, snap je. Twee kinderen. En die kinderen dan. Ja, precies. Ik vind het echt erg, serieus. Ja. Maar ik zou echt wel willen weten, wat had zij precies? Niemand weet dat. Ja. Alleen God ik heb wel een idee, maar ik durf het niet te zeggen. Ik weet het gewoon niet zeker. Ja, zeg gewoon. Nee, ik kan het gewoon niet. Maar vaak als ik iets niet weet, dan... Precies. Moet ze toch ook maar niet kijk, zeggen. Er moet gewoon duidelijkheid komen. Want mensen ja, maar de duidelijkheid, dat weet alleen Tika zelf. Precies. Ja. En ja, Tika. Nee, iemand moet het toch weten? Ja. Ik bedoel... Dokters of zo. Dokters, of haar ex-vriend. Precies. Ja. Maar ja, die vriend of haar broertje. Ja, misschien weet haar broertje het. Nee, hij had dat tegen me gezegd dat hij het zelf ook niet weet. En ik had laatst ook nog met hem gesproken en ja, hij is ook gewoon triest en hij weet ook niet waar hij is, hoe zij is overleden. Of Roman, maar ja, niemand maar weet waar hij is. Niemand weet waar hij is. Wanneer hij, je weet toch, wanneer ik hem zie, ik zou hem echt wel aanspreken van hoe is Tika overleden, weet jij er wat van? Ja. Dus eigenlijk niemand weet het gewoon, maar echt niemand. Niemand weet het. Er niet over praten. Ja, dat kan ook. Ja. Maar waarom roddelen mensen? Waarom laten ze Tika niet met rust?